Op iedere kindopvanglocatie in de gemeente Bergendal moet in ieder geval tot en met 2021 een specialistische jeugdhulpaanbieder in te zetten zijn wanneer dat nodig is. Zo'n professional kan direct hulp en ondersteuning bieden. Burgemeester en wethouders hebben besloten om het project Passende Kinderopvang na een succesvolle pilot nu in te zetten in de hele gemeente Bergendal. Wij vinden dat heel belangrijk. Bijvoorbeeld de huisarts aangegeven wordt hier als uh, zorg nodig. Maar in een veel eerder stadium signalen oppakken om te kijken of we problemen kunnen voorkomen. Uh, we hebben het afgelopen jaar in uh, twee uh, uh, Peuterspeelzalen Annex Kinderopvang proefgedraaid. In de Peuterspeelzaal van Domino en in, uh, in Mellingen. Nou, de ervaringen daarmee zijn goed. Uh, voor ons reden om te zeggen, nou, wij willen dat over de hele gemeente Bergendal uitrollen. Omdat we daarmee de jeugd van, van 0 tot 4 jaar, hè, dus het gaat om de voorschoolse kinderopvang, kunnen bereiken. En dat vinden we belangrijk, omdat we juist dan kunnen zien of er in een later stadium toch problemen voorkomen kunnen worden. Uh, door heel snel erbij te zijn... Beschikkingsvrij, zoals dat dan heet, uh, denken wij dat uh, kinderen uh, al heel veel sneller uh, geholpen kunnen worden als er iets aan de hand is. En dat we daarmee de duurdere zorg in een later stadium juist kunnen vermijden. Maar er is al eerder uh, door de gemeente Nijmegen een business case opgesteld. waaruit gewoon blijkt dat dat uh, ook financieel voordelen heeft. Als je er zo vroeg mogelijk bij bent, preventie, dat dat juist kan voorkomen dat jeugdzorg, waar. Uh, gemeenten in Nederland financieel toch al heel veel moeite mee hebben, dat dat toch binnen redelijke kaders kan plaatsvinden.